Vandaag 22 augustus, donderdag. We hebben hier een donorvolk staan, een varroa donorvolk staan, die we gebruikt hebben voor het oogsten van varroa's voor ons varroa resistentieproject, voor het VSH project. Hier hebben we net de honingkamers via een plank leeg laten lopen hierin. Nou zat daar niet meer veel in, want dit volk was echt, er zaten echt veel varroa's, die is echt gedecimeerd door de varroa's. Maar ik wil jullie wel even meenemen hoe het volk er nu uitziet. Die moeten snel gevoerd worden. En dan gaan we ze behandelen. En ik laat jullie even zien hoe de aangepaste broedruimte nu in deze kast gebruikt wordt. Nou, je ziet hier al direct bijen hangen. Een baard met bijen hangen. En dat zijn eigenlijk allemaal bijen die niks te doen hebben. En die bijen die niks te doen hebben, die hoeven niet in de broedkamer te zitten. Hè. Dat is de broedkamer. Want wat moeten die daar doen? Die hebben niks te doen. Die lopen daar alleen maar in de weg. En dan zie je hier langs de zijkant, ik zal de deksel even, dan komt er wat licht in, deksel even wegnemen. Langs de zijkant en de achterwand, daar zitten gewoon heel veel bijen. En ik vraag me dan zelf altijd af, als je dan een klassieke kast hebt, waar zitten die bijen dan? Je ziet ook onder, hangen ze dan vaak helemaal door. Ik weet niet of dat zichtbaar is op de camera. Kunnen we misschien nog mooier laten zien. Dan zie je hoeveel bijen daar doorhangen onder die broedstop. Nou, daar zitten zomaar 10.000 bijen. Nu niet, nu misschien 3.000, 4.000. Maar in de zomer zitten daar zomaar 10.000 bijen op een regenachtige dag. Een beetje van de kant doen. Zo. Dus we gaan kijken of hier broed is en dan gaan we heel snel voeren, want die hebben heel hard voer nodig. Ik heb twee kantramen in deze kast hangen. Een oud type en een nieuwe type. Ik ga die vast deze kant op schuiven, zodat ik hier ruimte krijg en het andere kantraam dadelijk aan die kant kan hangen. Zodat ik de bijen weer meer in het midden heb hangen. Dat vind ik in de winter fijner. Dan kan de koude lucht, die gaat condenseren, die kan dan aan de zijkanten wegvallen en condenseren. Het eerste raam. Nou, daar zie ik hier een paar druppeltjes voer. Ik zie hier nog wat uitlopend broed. En wel helemaal volgelegd met eitjes. Hier zie ik allemaal eitjes, dus de koningin is nog wel flink aan de leg, ondanks dat er geen, nou ja, slechts enkele druppels voer in zitten. Tot nu toe dan, hè. Ik weet natuurlijk niet wat ik nog ga zien. Ook hier zie ik broed, hier, ja, daar zien we haar ook lopen. Koningin van Anatolie. Is dat een, ja, is een AKO60, die, dus dat is de A60 AKO, moet ik dan zeggen. Anatoly Konjenkov heet die, geloof ik. Aangepaard op Ameland al 2 jaar geleden. Niet erg varroa resistent, want deze hebben we gebruikt als varroa donor. Dus die had juist veel varroa. Maar er lijkt toch wat voer binnen te komen, want ik zie hier wat voer in het broednest. Maar verder nog wel mooie platen met broed. En hier hebben we dus door middel van de poedersuikermethode de varroa's geoogst. Ja, prima platen met broed nog. Zal het 2, 4, ja, de 6 ramen totaal, dadant. Ook dit raam aan deze kant in ieder geval helemaal broed. Deze kant grotendeels broed. Dat valt mij eerlijk gezegd niks tegen. Ik dacht eigenlijk dat deze meer dood dan levend waren. En hier zien we een heel raam met stuifmeel. En de andere kant leeg. Dus daar heeft voer gezeten. Maar dat hebben ze al helemaal op. Nou,
Ondertussen hebben we dus die ramen mooi naar het midden kunnen verplaatsen. Even een moerrooster erop gelegen, dus dan heb je altijd wat propolis erop. Haal ik gelijk even weg. Geef ik erbij altijd terug. Dan mogen ze lekker houden. Dan gaat het kantraam vol met bijen. Naar deze kant. Dan moet ik even tijd geven om weg te lopen, anders plet ik ze. Dat wil ik niet. Nou, verder zit hij er goed uit. Veel te weinig voer. Veel te weinig voer. De schande van de imker. Deze krijgen er nu twee ramen bij van mij. Twee kunstraadjes. Dan kunnen ze nog bouwen. Misschien wel drie kunstraadjes, want het is een sterk volk. Eventueel kan ik dan zo'n raam weer bij een ander volk gebruiken. En die krijgen een goede slok voer. En die krijgen wat eiwitten. Want er is op dit moment echt weinig te halen. Ik wil dat ze nog even goede, gezonde bijen maken. Dus hebben ze ook veel eiwitten voor nodig. En die ga ik ze geven. Nou, zo ziet dat er nu uit. Aan de ene kant heb ik dan één kunstraad. Aan de andere kant heb ik twee kunstraadjes. En dit volk is goed gevuld met bijen. Ondanks dat ze niet behandeld zijn. Hè, het is toch nu al 22 augustus. Dus de bijenpopulatie is op zijn hoogst. We hebben deze leeg geschud. Via de poedersuikermethode de mijten dus veel mogelijk afgeschud. En daar gaan altijd veel bijen bij verloren. Het is toch wel heel zwaar voor de bijen om zo geschud te worden. Maar ze hebben zich aardig goed herpakt. Dus nu gaan we ze verwennen met wat voer en wat eiwitten. En dan zijn deze klaar voor de winter.